Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. En vandaag een hele bijzondere. Je ziet het namelijk al aan de titel. Ik heb nieuws. En dan denk je, waar zal ze nou weer mee komen? Maar het is heel leuk nieuws. En misschien verwacht je het een beetje, dat weet ik niet. Maar ik ben zwanger. En het zo hardop zeggen is nog redelijk shocking. Op het moment dat ik dit film ben ik zo'n 5 weken zwanger. Zit in mijn 6e week van de zwangerschap. Jullie zien dit pas als ik een echo heb gehad en zeker weet dat alles oké is, dus anders komt dit nooit online. Maar ja, jeetje, gewoon. Vandaag is een hele bijzondere dag, want we gaan het ook meteen aan mijn ouders vertellen. En dat heeft meerdere redenen, dus dat ga ik zo vertellen. Maar het is dus echt een beetje zo'n klotsende oksel dag. Niels is nu bijna 2. Ik denk dat als jullie dit zien dat hij al 2 is. Wat doet mijn haartje raar. Wij wilden sowieso heel graag een tweede kindje. Maar ik wilde ook dat Niels gewoon al wel een beetje wat ouder was. En nou ja, goed, dat je niet echt met 2 baby's, dat leek me echt super zwaar. En op een gegeven moment dachten we, ja, Laten we er maar weer voor gaan. Ik weet gewoon hoe lastig. Ik heb heel veel mensen in mijn omgeving bij wie het heel lastig is. En dus ja, weet je, we dachten laten we maar gewoon beginnen. En dan, dan zien we wel. Maar het was in 1 keer raak. Vorige keer was het ook vrij snel. Niet in 1 keer, maar wel vrij snel. Maar ik had het echt niet verwacht. Maar ik voelde ineens, gaandeweg de tijd, dacht ik, het voelt een beetje zoals de vorige keer dat ik zwanger was. En dan heb ik het dus over een beetje buikpijn, een beetje rugpijn, een beetje nee. En ik vond dat ik een soort glow over mijn huid had. Ik dacht, ik weet het niet. Maar het was allemaal heel, het is altijd gewoon, ja, ik dacht het. Want ik weet ook wanneer ik overleer. En we hadden nu nog niet echt dat je denkt super praktisch getimed. Want, om allerlei redenen. Dus ik had het gewoon echt niet verwacht dat het in 1 keer raak zou zijn. Dus we kwamen erachter. Laat ik zeggen dat ik in een restaurant was op het moment dat ik erachter kwam. Want ik had al de hele tijd het gevoel. En ik had gewoon tampons en zo bij. Want ik dacht, ik moet ongesteld worden. Maar om een of andere reden, ik zei tegen ze, ik weet het niet. Ik dacht, voordat ik aan de wijn ga, in een restaurant, zeg maar. Dus ik had 's ochtends een test gedaan. Maar dat was zeg maar van Niels de tijd. Dat was een oude test. En die deed het niet. Dus zeg maar, het controlevenster gebeurde niks. Maar het was gewoon 1 streepje. Dus ik dacht, nou, het zal wel niet, maar het controlevenster deed niet. Maar ik had toch zo'n gevoel. Dus ik zei tegen ze, we gaan toch nog even een test kopen. Had ik weer een test gedaan. Nee, het controlevenster zit weer niet. En dat was weer gewoon een streep. Dus zeg maar, bij de test die ik deed was het zeg maar een plus is zwanger, zeg maar. En een streep is dus niet zwanger. Het verschilt per test. Hè? Dus check dat vooral goed. Maar ik had zo het gevoel. Ik dacht, ja, misschien heb ik het verkeerd gaan met testen. Het was ook niet degene die ik normaal heb. Het is normaal als ik normaal test. Maar ik had bij Niels had ik eentje van het Kruidvat. En ik had er nu een van, was de Ethos volgens mij. En er was zeg maar, dus bij Niels had ik dan eentje nog voor de zekerheid gedaan. Nou goed, dus ik heb gewoon, ik had zo'n sterk gevoel. Dus ik dacht, nou, ik koop zo'n clear blue ding. Baat niet dan schaadt niet. Ik neem het gewoon mee in mijn tas. En als ik dan aan het eind van de dag nog niet ongesteld ben geworden, dan ga ik het gewoon nog een keer testen voordat ik een wijntje neem. Want daar ben ik wel, dat vind ik wel, ja, heel belangrijk om daarop te letten. En ik werd het maar niet. Toen dacht ik, ja, ik zeg tegen ze, ik ga toch maar even naar het toilet. Ik heb op het toilet in het restaurant en ik plas er overheen. Het was meteen echt een heel dik blauw kruis. Controlevenster. Meteen dacht ik, oké. Dus ik had echt op de wc. Oké. Dus ik kwam echt naar Sven toe. Ik zo. Zo, mijn tasje zo een beetje open doen. Nou, we waren echt in shock. Want we hadden het gewoon zo niet verwacht. Maar toch had ik zo'n sterk gevoel. Dus nou, het was echt heel bizar. En nou, dus, uh, ja,
was het gewoon zo heel gek. Dus voor wie het niet weet, ik heb mijn vorige zwangerschap, mijn zwangerschap van mijn zoontje Niels dus, heb ik ook filmpjes opgenomen over hoe het met mij ging gedurende de zwangerschap. En ik weet dat heel veel van jullie daar heel veel baat bij hebben gehad. En ik vind het zelf, heb ik mijn eigen filmpje van, zeg maar, dat ik het bekend maakte, ook alweer teruggekeken van hoe voelde ik me toen. Toen was ik iets verder dan nu. Dat was geloof ik 1 week of 7. Ik ga gewoon weer filmpjes maken. Ik neem jullie weer mee in deze rollercoaster. En ik ben echt heel benieuwd. Ook het verschil met de zwangerschap van Niels. En ja, ik weet het gewoon niet. Even kort hoe ik me voel. En dan zal ik zo vertellen hoe ik het bekend ga maken aan, aan ons beide ouders. Ik voel me goed. Ik ben wel heel moe. Je hoort misschien ook een beetje aan mijn keel. Ik ben een beetje meh. Ik ben moe, maar nog echt niet zoals ik in de loop van de zwangerschap was hoor. Ik was bij Niels ook heel moe in de eerste 3 maanden. Maar ben nu nog een beetje. En ik moet gewoon 's ochtends merk ik al wel. Ik moet 's ochtends word ik vroeg wakker. Veel eerder dan normaal. Wat ik heel irritant vind. Want ik ben heel moe, dus dan wil ik eigenlijk slapen. Maar dan moet ik plassen. En dat is mijn vaste ochtendritueel nu. En dan daarna kan ik dus niet meer slapen. En dan begint de honger. En dan denk ik, ik moet nu wel wat eten. Want anders word ik heel chagrijnig en heel misselijk. Maar als ik dat gedaan heb, is het ook allemaal weer prima. Ik voel de hele dag, ik heb niet echt eetlust. Ik eet wel gewoon, maar het is wel dat ik denk, ik heb niet echt ergens zin in. Dus ik heb nog absoluut geen cravings whatsoever. En dat is het eigenlijk ook wel een beetje. Ik merk dat ik opgezet ben, dus, maar dat heb ik sowieso natuurlijk heel erg. Ik merk dat er nu van alles gaande is. De rugpijn en de buikpijn zijn wel een beetje afgenomen. En verder voel ik me gewoon prima. Maar ik merk wel dat ik wat hormonaal ben. Laten we zeggen, vooral Sven merkt dat ik wat hormonaal ben. Ik kan best wel... Had ik vorige keer helemaal niet. Maar goed, misschien heb dat ook weer weg. En dan mijn ouders. Eigenlijk, zeker vanuit Sven, die wil het gewoon eigenlijk graag pas vertellen als we een echo hebben gehad en dat soort dingen. En daar ben ik eigenlijk ook, ik snap dat heel erg. Ik heb de hele tijd in mijn oog. Alleen, ik wil heel graag moeders voor moeders gaan doen. Dat is dat je je urine verzamelt en daar halen zij dan het HCG-hormoon uit, wat je als zwangere hebt. Dat is ook waarom je een positieve test als je dat hormoon hebt, als ik het allemaal goed zeg. Dat heb je een aantal weken van je zwangerschap, heb je dat hormoon. En dat kan vrouwen die niet makkelijk zwanger kunnen worden, kan dat helpen. Heb ik vorige keer niet gedaan, omdat we zoiets hadden van... Ik kwam er trouwens vrij laat achter van het bestaan, want dat wist ik niet. Want ik had toen ook nog niemand in mijn omgeving die zwanger was. En toen ik achterkwam, en dan moet je het nog regelen. En toen had ik volgens mij nog iets van 2 weken kunnen doen. Dus dacht ik, met gegeven dat ik het ook nog aan niemand wil vertellen, vond ik dat allemaal ingewikkeld. En nu wil ik dat wel heel graag doen. Maar mijn ouders passen natuurlijk elke week op Niels. Dus ik dacht, hoe ga ik dat dan verborgen houden? Toen dacht ik, het is ook wel heel absurd als ik, omdat ik het verborgen wil houden voor mijn ouders, die er dus wekelijks zijn, dat ik het dan niet... andere vrouwen kan helpen. Dus toen dacht ik, ik zei tegen Sven, ik zeg, dan wil ik het eigenlijk wel heel graag vertellen en dat ik het gewoon kan gaan doen. Want je vertelt het niet omdat er natuurlijk nog van alles mis kan gaan. Maar ik vind ook, als er iets misgaat, dan wil je het ook met mensen kunnen delen. Dus ik hoop dat natuurlijk niet, maar worst case scenario, dan weten ze dat ook maar, Kortom, we gaan het aan mijn ouders vertellen. En dat is dus heel vroeg. En we wilden eigenlijk een etentje organiseren met ons beide ouders en dan het tegelijk vertellen. Maar dat was een hopeloos gebeuren. Dat lukte gewoon niet. Sinterklaas zo komt eraan. En daarna pas heb ik een echo. Dus ik dacht ook, ik kan het ook niet droog houden ook. Dus hoe ga ik verkopen dat ik dan niet drink en zo. Dus er komen een aantal van die, mijn broertjes jagen, Niels is nog jagen. Dus ik dacht, het gaat hem gewoon niet worden. En het eten lukte niet, dus wat gaan we vandaag doen? We hadden eigenlijk vandaag niks gepland staan, dat had ik ook heel erg behoefte, daar was ik heel erg aan toe. Maar we gaan toch vandaag bliksembezoekjes aan onze ouders brengen. Voor mij nou is het niet ingewikkeld, want die wonen vlakbij. Maar mijn vader gaat vrij op tijd weg vanmorgen, dus we moeten er wel vroeg zijn. Mijn moeder vierde gisteren de verjaardag, dus die wilde ook niet te vroeg wakker maken.
En Sven's ouders wonen natuurlijk in Zwolle. Dus het wordt een hele onderneming. En we hebben dit gisteren besloten, omdat het gisteren echt duidelijk werd dat we geen date konden plannen met z'n vieren, zeg maar. Of met z'n zes of zeven eigenlijk. Of acht eigenlijk. Toen dacht ik, hoe ga ik het dan vertellen? En toen zat ik een beetje op Pinterest te kijken. En het moest ook een beetje behapbaar zijn. En ik moest het gisteren nog kunnen regelen. En toen zag ik iets heel leuks. En toen dacht ik, oh, dit wil ik doen. En dat is dit. Deze twee. Ik heb dus een fotolijstje. En voor wie mijn vorige video's niet heeft gezien, kijk die vooral ook eventjes. Want daar ben ik natuurlijk helemaal nog helemaal onbevooroordeeld in. Toen hebben wij een boekje van Nijntje gegeven. Van Nijntje gaat naar Open Oma Pluis. En die heb ik die hebben we aan onze beide ouders gegeven. Toen we wisten dat we zwanger waren. Dus geheel in het Nijntje thema gaan we verder. En dit is een je kan me nog niet horen, je kan me nog niet zien. Maar als ik in juli word geboren, mag ik dan in dit lijstje misschien. En dan met Nijntje. Een zwarte en een witte. Dus die gaan wij zo brengen. Ik vind het echt super spannend. Ik denk, zodra we voor de deur staan, dan weten ze het. Maar ze weten echt niet dat we komen, want dat hebben we natuurlijk wel een beetje slim aangepakt. Dus dat, jongens. Ik ben heel benieuwd. Als jij ook zwanger bent, laat vooral even hieronder weten. Hoeveelste week? Hoe voel je je? Weet je al wat het wordt? Wil je het weten? Wil je het niet weten? Wij willen het sowieso weten. Ik ben veel te nieuwsgierig. Laat het me weten. Ik ben echt heel benieuwd. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor het kijken. En ik ga jullie meenemen de komende tijd. Doeg!